En een van de eerste onderwerpen die ik uh, ga neerzetten is declarabiliteit. Declarabiliteit is ontzettend belangrijk om in de gaten te houden als organisatie. De uitdaging die wij hierin hebben is hoe zorgen we nou voor dat de definitie van declarabiliteit voor jullie allemaal hetzelfde betekent. Dat is toch best wel een uitdaging, want de een noemt het factorabel, de ander noemt het direct, de ander zegt nou dat is productief. Dus voor ons was het echt wel even nadenken van hoe gaan we dit nou oplossen. We hebben de dashboards voorbij zien komen uh, en wij willen die steeds relevanter maken. Maar dan moet je er ook voor zorgen dat de informatie die je daar ziet ook precies is wat jij als organisatie graag wil zien. Dit hebben wij opgelost met werkgroepsoorten. Werkgroepsoorten hebben we nieuw geïntroduceerd met drie definities. Deze drie definities kun je gebruiken om zelf je werkgroepsoorten te, aan te maken en te koppelen aan de juiste werksoorten. Zo weet je als organisatie op het moment dat een bepaalde werksoort geboekt wordt in de nakalculatie, dat dat wordt ingeteld op de KPI in het dashboard. Nou, nu verklap ik het al een beetje. Het tweede punt wat er eigenlijk ook een beetje miste in de dashboards was een manier om te spiegelen ten opzichte van een bepaald target. Een KPI is heel handig om te zeggen nou, wat is onze doelstelling dit jaar of deze maand en ja, zijn we on track of niet. Nou, dit gaan we oplossen met een KPI-tabel. KPI-tabel is, is een profiel wat wij gaan uitleveren. Wij gaan beginnen met een aantal zaken, zoals onder andere forecast voor sales. Waarmee je per medewerker, per eh, onderdeel, organisatorische eenheid, hè, per team... kunt gaan kijken, wat zijn nou de doelstellingen die we dit jaar hebben. Wij gaan uiteraard meer profielen uitleveren, met feedback van jullie. En op het moment dat we die hebben, kun je die gaan vullen. Nou, wat kun je allemaal vullen? Je kunt aangeven... Hoe, ja, wat de periodiciteit is. Is het een wekelijks iets, maandelijks of jaarlijks? Uh, voor, welke, voor welke medewerker geldt dit? En dit wil je uiteraard niet één voor één gaan toevoegen. Dus we hebben hier ook een fantastische importfunctionaliteit voor gemaakt, zodat je massaal in één keer voor je hele team de targets kunt gaan importeren. Nou, dit wil ik heel graag aan jullie laten zien. We gaan naar het declarabiliteitsdashboard. Ik maak hem meteen even full screen en we zien hier een aantal zaken terugkomen. Ten eerste het budget. Dit is het budget wat ik in mijn KPI tabel heb vastgesteld als target. Daarnaast zie ik ook de daadwerkelijke realisatie daarvan, plus het percentage van wat daarvan dan volgens mijn eigen definitie declarabel zou moeten zijn. Hier onderin zien we ook de werksoortgroepen terugkomen. De type. Direct factorabel, direct niet factorabel of indirect. En dan voor de verschillende werksoortgroepen die ik zelf heb aangemaakt. En het mooie hiervan is, op het moment dat ik zeg, nou ik wil liever werksoortgroep als eerste zien, dan zie ik de onderverdeling in mijn werksoortgroepen en daarna pas de onderverdeling in of het direct factorabel of indirect is. Als we doorklikken op de realisatie, dan gaan we door naar de, 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 ja, de declarabiliteit per medewerker, per team. En hier zie je een aantal zaken terugkomen, namelijk het budget van de huidige periode. Dus dat is de target van de periode waar ik nu in zit. En hoe ver ik ben met mijn realisatie. En je ziet ook, dit wordt groen omdat ik nu boven mijn target zit. Ik zie ook cumulatief ten opzichte van het hele jaar target waar ik nu ben. Uh, en ik zie natuurlijk wat we tot nu toe van het hele jaar target gerealiseerd hebben. Nou, in principe is, uh, zitten we goed op, uh, op weg. Uh, en als ik dan nou nog een keer nog een werkblad doorklik, dan hebben we ook nog toegevoegd dat je een bepaalde urenverantwoording inzichtelijk gaat krijgen. En dit is uiteraard een eerste versie van het dashboard met drie werkbladen. Uh, wij gaan hier zeker jullie voor uitnodigen om, om feedback op te, op te leveren, zodat we dit nog beter en relevanter kunnen maken. Maar ik wil jullie toch alvast een aantal zaken zien, laten zien. Als ik zeg ik toon alle geboekte uren van het hele jaar, dan zie ik hier dat alle grijze vlakken niet meer beschikbaar zijn. Dus dat betekent of ze zijn volgeboekt, volgens ten opzichte van hun rooster, ze al, zijn ze al helemaal volgepland of al volgeboekt. Als ik kijk naar het toekomstig, dan ga ik zien van hey, hoeveel uren heb ik nog in een bepaalde periode over. Als ik bijvoorbeeld inzoom in deze periode, zie ik hier ook welke dagen mijn medewerkers, mijn team nog beschikbaar is. En als ik ook alleen maar de weekdagen wil zien, dan filter ik die er ook uit. We houden hier uiteraard ook rekening met verlofdagen en verzuim. En hier komt gewoon die kracht van ERP naar voren, omdat wij gewoon op basis van roosterinformatie en nakalculatie een fantastisch overzicht kunnen presenteren, wat ja, onder andere je planning gaat, gaat helpen. Dus dit is op basis van beschikbaarheid. Als ik nu terug ga naar het overzicht en kijk naar de geboekte uren. En ik kijk niet alleen naar de toekomsten, maar naar alle. Dit geeft mij een overzicht van of alle uren die ik verwacht, van mijn team ook daadwerkelijk geboekt zijn. Ja, dus ik zie niet alleen maar wat voor type uren het zijn, of het declarabele uren zijn of niet, maar ik zie ook of het is volgens mijn verwachting. En ook hier, als ik inzoom op een bepaalde periode, dan zie ik hier ook per dag op dagniveau, per medewerker, of ze hebben voldaan aan de verwachting. En je ziet ook des te blauwer het vakje, des te meer je precies op rooster bent uitgekomen voor die dag. Nou, dat is onze manier om ervoor te zorgen dat je en relevantere informatie gaat zien in het dashboard, omdat je zelf kunt bepalen als organisatie wat de definitie van declarabiliteit voor jou betekent. En we zorgen ervoor dat je steeds meer zicht krijgt eh, op de daadwerkelijk uren die geboekt worden ten opzichte van de roosterinformatie.